Maarten van Rossum, Junkie XL, 12 Marokkaanse missen, Job Goschalk en Giel Beelen. Dit is De Wereld Draait Door. Maarten van Rossum, historicus vanzelfsprekend, wijsneus op de televisie, hè, als het om Amerika gaat met name. Maar vanaf maandag ook quizmaster. Mm-hmm. Een jongensdroom ging in vervulling of dacht u, ach, dat baantje pak ik er even bij? Of... Nee, een jongensdroom ging in vervulling eigenlijk. Vanaf het moment dat ik wist dat zoiets bestond... En zeker toen ik Groucho Marx had gezien als quizmaster, dacht ik... er kan voor mij in het leven maar één eindbestemming zijn. Hè? En dat is quizmaster. Lang moeten wachten dan nog? Nou ja, dat zijn, het mooiste is als je ambitie relatief laat in het leven gerealiseerd wordt. Natuurlijk, want dat is het probleem met veel popsterren. Die zijn dus wereldberoemd als ze 21 zijn. Dan betekent het meestal dat je in je eigen kot sterft tegen de tijd dat je 27 bent. Ja. Maar met andere woorden, het is tot nu toe slechts een voorprogramma geweest voor de weken, ja, die nu gaan komen. Ja, ik heb ook ik ben nu 62 en ik hoop uiteindelijk wereldberoemd te worden met een soort rollatorshow. Ja. Maar nu even alle ernst op een stokje. Kijk je wel eens naar een quiz? Ik heb wel eens die heet dat niet 2 voor 12? Dat vind niet ik wel zo onnozel doen, hè? Niet net doen alsof je niet weet dat 2 voor 12 2 voor 12 is. Nou, je moet dat wel weten. En je moet het dan al goed uitspreken ook. 2 voor 12, ja, dat vond ik wel een aardige quiz. Oké, okay, wat is het moeilijke? Want heb je al een opname gemaakt? Ja, zeker. Is het goed gegaan? Ja, redelijk, dacht ik. Redelijk. Het is een universiteitsquiz? Het viel mij eerlijk gezegd niet mee. Ik ben meer bewondering gaan koesteren voor mensen die zo'n showtje aan elkaar moeten praten, zal ik nou maar zeggen. Want je moet, niet alleen moet je nog een aardig praatje hebben, maar je moet tegelijkertijd, is er een floormanager die met iets met zijn hand doet. Je kijkt in de verkeerde camera en dan zijn er meestal nog alle andere personeelsleden die het recht hebben om handgebaren te maken waaruit duidelijk blijkt dat er iets niet in orde is. Je hebt het gewoon over televisie maken in Nederland. Het gaat over de televisie. Maar we hadden het over een quiz. Ja, ik ben zelf eigenlijk, zodra ik begin te praten, dan vallen meer? Al mijn andere fysieke... Meer? Praat maar gewoon door dan. Zodra ik begin te praten, vallen al mijn andere fysieke eigenschappen, die vallen weg. De rest, dat vergeet ik eigenlijk. En dat moet je helemaal niet vergeten. Want er blijkt bijvoorbeeld dat je moet oplopen naar een bepaald plaatsje wat met een tapeje is aangegeven op de grond. En ondertussen toch een sympathiek en leuk verhaal houden. Terwijl je dus ondertussen denk je, godverjuwe is dat tapeje. Hè? Dat soort van dingen. Weer universiteitsquiz. Universiteiten, de bollebozen van de universiteit strijden tegen elkaar. Alpha, beta en gamma wetenschappen, alles door elkaar. Heeft een Engels voorbeeld. Een fantastische quiz. Jeremy Paxman is daar de presentator. Mm. Jouw voorbeeld dus wellicht. Nee, want ik heb er nooit naar gekeken. Oh. Bang dat ik dat ook zoals Paxman zou gaan doen. Ja, maar dat kan je ook helemaal niet, want die man die praat zo allemachtig snel. We gaan even kijken naar Jeremy Paxman. Dat lijkt wel een beetje op jou, bij wijze van spreken. Dat zou, ja, ik kom dichter in de buurt. Ik kom dichter. If your music starts, you're going to hear an aria. 10 points if you can name both the composer and the opera from which it's taken. Manchester Mar. Is it Puccini Madam Butterfly? It is indeed, yes. What word of 4 letters denotes in chemistry a device for transforming electrical to chemical energy, or vice versa, and in biology is used for the structure... Manchester Aubrey. Cell. Cell is right, your bonuses are on life sciences. What term derives from the name of a French biologist born 1744 and refers to his theory of 1809 that environmentally determined characteristics are preserved by reproduction, giving the example of the long neck and limbs of a giraffe evolving as generations of animals stretch to reach foliage. Hij is goed, hè? Dit is hem dus. Dit is Jeremy Paxman. Ja, het heeft geen enkele zin dat ik dat ga bestuderen, want dat zou ik in de verste verte zou ik dat niet kunnen en ook niet willen. Ik ben wel een beetje gesteld geraakt op mijn eigen traagheid. Ja? Ja. De kijkers ook? Nou, dat moeten we even afwachten. Moeten we even afwachten, Enig idee wat het antwoord op de vraag was, die bioloog waarnaar gevraagd werd? Ik dacht Lamarck. Maar Lamarck is goed. Okay. Nee, je zegt goed. Kijk, dat vind ik echt ontzettend knap. Hoe moeilijk is jouw quiz? Geef eens een voorbeeld van een vraag. Meerdere rondes. De eerste is een algemene kennisronde. Die vind ik zelf niet zo verschrikkelijk moeilijk, eerlijk gezegd. Doe eens een vraag aan Giel. Nee. Ja, Giel. Doe eens even lekkere vragen, Matthijs. Ik heb net al die vragen gesteld. Ik weet er zo uit. Je weet het er wel één? Nou, ik verzin er gewoon uit de losse pols. In welk jaar is Napoleon gestorven? Ik weet het ook niet, hoor. Nee? Moet je dat weten? Ja, ik vind... Is er iemand in de zaal die weet wanneer Napoleon is gestorven? Nee. Mijn hemel. Zeg het maar. 1821. Ja. Wanneer is hij geboren? En waar is hij begraven? Waar ligt hij begraven? Waar ga je naar Napoleon kijken? Waar ben je even stil als je die enorme
rode sarcofaag ziet waar die in ligt, ja, hè, waar ga je dan heen? De kunst is, dit wist je nou toevallig zelf omdat je historicus bent, maar de kunst is bij een quiz. Ik stel natuurlijk, ik ga geen vraag stellen die ik zelf niet weet. Nee, maar dat zeg ik dus. De kunst is natuurlijk, ik presenteer een popvis, wist je dat eigenlijk? Ja, volgens mij heb ik dat wel eens een keer gezien. Ik weet heel veel niet, maar de kunst is natuurlijk dat je het presenteert alsof je de almacht zelf bent. Nee, dat was niet mijn ambitie. Oh. Nee, sterker nog, ik had me aanvankelijk voorgenomen om bij elke vraag waar ik zelf niet het antwoord spontaan zou hebben geweten, te zeggen van, ik zou het zelf ook niet geweten hebben. Omdat ik mij zo grenzeloos erger aan al die quizmasters die dan zeggen van, wist u dat niet? Hè? Wist u niet dat de neutralino gecompenseerd moet worden door, enzovoort. Dat is sommige vragen, ja, namelijk heel lastig. En dat vind ik zo flauw. Hè? Dat is ook zo'n gezicht trekken van, nou, terwijl ze zelf goddome een kwartier voor de uitzending op hun kaart hebben gezien, hè, dat een kikkererwt, dat Cicerona een kikkererwt is genoemd. Ik noem maar wat op. Ja. Want Jeremy Paxman, die heeft als voortdurend tussen, oh, do come on, als je het niet weet, weet je wel. As every schoolboy knows. Maar daar ben ik geen voorstander van. Nee. Ik weet namelijk zoveel dat ik me niet schaam voor die dingen die ik niet weet. Wat weet je niet? Even een klein clip. We zien nu even. Laat even kijken. Dit zijn een paar beelden. Hebben een beetje de sfeer. Ja, ze maakt in. Daar sta je. Is er geluid bij, jongens? De professor aan het woord. Interessant aspect. De kans dat het tussen ons tot een eerste punt komt is statistisch verwaarloosbaar. Opluchting. Weten ze wat eigenlijk, de studenten van tegenwoordig? Ja, zeker weten ze wat. Dat is juist het aardige van die quiz. Ten eerste deden ze het heel redelijk in de algemene kennisronde. Ik had het zelf ook heel behoorlijk gedaan in de algemene kennisronde. Maar wat het leukste onderdeel van de quiz is, ja, is de vakkennisronde. Waarbij ze, het zijn allemaal mensen die op afstuderen staan en ze leggen uit wat ze zelf voor onderzoek hebben gedaan. En dat vind ik verreweg het aardigste. En daar komen hele leuke dingen uit. Soms moet ik erbij zeggen, er is een natuurkundestudent bij en die krijgt vragen die ik niet begreep. En daar geeft hij antwoorden op die ik ook niet begreep. Maar dat is het mooie. Boven de studio is een soort van alwetende Onze Lieve Heer geïnstalleerd. En als ik het dan niet weet, als ik het ook helemaal niet beoordelen kan, zeg ik, wat denkt Onze Lieve Heer ervan? En die komt dan met een sonore voice over en die zegt van, het is goed of het is fout. Goed, leuk. Ja. Drummer van de Beatles? Verrek. Dit was De Wereld Draait Door voor vanavond. Morgen zijn we er weer. En dan kijken we terug op de afgelopen televisiemaand met Wendy van Dijk, Catharine Keil, Wilfred Genee en Joost Zwageman. Wie is het? Ringo Starr. Ringo Starr. Tot morgen. Woo!